En dan het tweede koppel. Ellie Wormsbecher. En meneer ben ik nog even kwijt, maar dat zie ik nu. Chris Kanen. Oké, Harry, ga je gang. En jij smaakt naar zevenen. Wij leefden in het paradijs alleen wij twee. Elkaar steeds weer bemindend en nooit ruzie, nee. Een drankje gebrouwen, juist voor ons twee. En iemand die naar ons kijkt. Tot onze laatste snik. Als jij op de wereld Adam iets was. En jij mijn liefste schat. Zo vis als een cola voor mij. Als jij toch die Adam eens was. Ja hoor, Chris Kanen en Ellie Wormsbecher. Oh, ja, nu het derde koppel, Willy Kreeft. En wacht even je naam. Ja, kom maar binnen, maar ik kijk even naar je naam. En Arie Deutekom, ja. Willy Kreeft en Arie Deutekom. Harry, daar gaan we. Zeg jij nu wel? Geen haar op mijn hoofd die zou denken aan jou. Je schoenen zijn versleten en je haar is van touw. Een leuke verrassing, dat is het voor mij. Dansen met jou maakt me blij. Maar ik geef je nu een zoen. Verder door deze quiz. Dan moest ik je nog niet hebben. Dank je. Oké, Frits. Frits, even een balletje trappen. Frits, ja. Eventjes, oké. Ja. Ja, Frits. Hup. Gelijkspel, hoor. Nou, het proceding mag naar beneden, denk ik, nu. Want dan kunnen we uitchargeren, of het hoeft misschien niet eens. Ik mag jullie helemaal niet beïnvloeden natuurlijk, maar ik vond het wel enig, hoor. Corrie, mogen we met jou beginnen? Want jij moet nu toch weer een penicillinespuit halen, geloof ik. Want je moet morgen toch zingen. De mannen, eerst Henk Oosting. Ik vond...
En die tegenstelling verschrikkelijk leuk zijn met die maan en hij over de Hof van Ede opeens. Dat kan je zien dat ze totaal zonder elkaar die tekst hebben gemaakt. Maar even zeggen, Connie mag punten geven van 1 tot 5. Dan... Nou, ik wou 3 geven. 3 voor Henk. 3. En Chris Kane. Ja, ik vond Chris ietsje beter zingen. Ik mag niet eens over zingen praten vandaag, maar goed. Ik vond Chris ietsje beter zingen en iets onverstoorbaarder bij de sinaasappels. Dat vond ik knap. Dan krijgt hij 4 van mij. 4, ja, een karatejongen. Jaag je niet zo gauw de schrik op het lijf natuurlijk ook. Hè. 4 voor Chris Kanen. En dan Willy Kreeft, dat was Deutekom. Arie Deutekom. Ja, ik vond dat hij fantastisch reageerde op die zeer onverwachte tekst van Willy. Want het zal je maar in je gezicht gezongen worden. Dan moet ik je nog niet, hè. En daarom vond ik zijn onverstoorbaarheid op een andere manier ook weer erg goed. Ook 4. Ook 4. Dankjewel, Kom. Wij houden jou niet langer op, want ik zie het aan je ogen. Ze schitteren helemaal. Dames en heren, Connie is gebleven. Ze heeft ons niet in de steek gelaten. Hartelijk dank. Agnes zal jou, kijk eens, mooie rozen voor jou. En bedankt, Con, dat je toch gebleven bent. Frits. Ja. De dames, Ines. Nou, Ines vond ik zeer origineel. En de dans die ze maakte, dat leek wel een klein beetje op 2 emmertjes water halen. Jullie hadden elkaar zo lekker te pakken. En ik geef Ines geef ik een 3. Een 3? En precies 3 van net, ja. Ik mag ze toch allemaal met dezelfde waardering geven? Dat mag ook, ja. Of moet ik... Ja, je kunt niet verder dan 3 bij de Toto. 1, 2 of 3. Ja. Nou, en ze hield ook, haar aanstaande hield ze zo stevig in de houtgreep. Ja. Huh? Dat was geen vrije meer, dat was de houtgreep. Geef ik ook een 3. 3, ja. En dan Willy? Willy, die had een originele tekst. Mimiek was goed. En ook het samenspel. En ik moet dit zeggen, ze danste ook zeer origineel met z'n tweeën. En ik geef Willy geef ik een 5. 5 voor Willy. Dankjewel, Frits. Frits, namens iedereen weten wij zeker, prachtige bloemen natuurlijk. Je gaat fijn een paar dagen vakantie houden met jouw vrouw. Ja. Hier vlak in de buurt, in de Plasmolen. Ik wens je een hele prettige tijd. Ik hoop dat je vrije tijd ook goed doorkomt. En doe de groeten aan jouw kleinzoon Martijn. Martijn, dat zal ik precies doen. En ook de dames en heren thuis. Leuk dat je al die jaren naar me geluisterd en gekeken hebt. Het gaat u allen goed en misschien tot ziens. Oké, okay, Frits van Durenau. Dan, dames en heren, de score na de eerste opdracht. Ines de Haan en partner met...